Vrijdag 15 maart was het Nationale Pannenkoekendag. Op die dag gaan duizenden kinderen in Nederland pannenkoeken bakken voor ouderen. Ook Zorgcentrum Aldenhorst en Basisschool De Leeuwerik in Mil vieren samen Pannenkoekendag. Vandaag 15 maart is de Nationale Pannenkoekendag, waar heel Nederland aan mee kan doen. En wij als Zorgcentrum Aldenhorst willen daar ook graag mee doen. We hebben de school benaderd en kinderen van De Leeuwerik, groep 7, komen pannenkoeken bakken voor onze ouderen. Nou, helemaal super, helemaal geweldig. Er gaan een aantal ouderen gaan naar de basisschool toe, komen hier aan de kinderen. En een aantal leerlingen komen dus hier in huis bij de woongroepen pannenkoeken bakken. We hebben allemaal pakketten gekregen van de koopmans en kan in de stuk. Ik vond het een hele gezellige dag.